Goed, vers van de pers. We zitten weer lekker bovenop het nieuws. Want vandaag is net bekend geworden dat een stukje van Drenthe misschien waarschijnlijk gaat toegevoegd worden aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. En dat betekent dat dus dat stukje Drenthe opeens in zo'n lijst staat tussen de Chinese muur, de piramides van Egypte en de Grand Barrier Reef in Australië. En we hebben het dan over de koloniën van weldadigheid. Leonie, wat fijn dat je er bent, want ik hoorde hiervan. Ik dacht, hè, wat? Ik snap er niks van. Allereerst, de koloniën van weldadigheid. Wat is dat? Ja, als je dat zo opnoemt, dan denk ik ook elke keer trouwens van, het klinkt gewoon gek. Zo'n klein stukje Drenthe tussen die klinkende namen als de Chinese muur en de Great Barrier Reef. Maar toch is het echt zo. De koloniën van weldadigheid zijn een sociaal experiment eigenlijk met behoorlijk verstrekkende gevolgen, kan je wel zeggen. Want als generaal Johannes van den Bos 200 jaar geleden in dat gekke stukje Drenthe niet zijn koloniën had opgezet, dan hadden we hier denk ik niet zo gezeten zoals we hier nu zitten. Eigenlijk legde Johannes van den Bos daar in Drenthe de basis voor onze moderne verzorgingsstaat. Oké, wauw. Even, daar ligt de basis van de verzorgingsstaat zoals wij die kennen. En dan moet ik meteen een beetje gas terugnemen, want ik ben heel enthousiast over de kolonie van weldadigheid. Want ik vind het een ontzettend mooi onderwerp om over te schrijven ook. Mm-hmm. Maar ik heb niet genoeg historische kennis, dus ik wil niet figuren die daar ook belangrijk in waren voor het hoofd stoten. Maar feit is dat Johannes van den Bos een systeem had bedacht om armoede tegen te gaan. En onderdeel van het systeem waren scholing voor kinderen en ook ouderenzorg. En dat was allemaal ver voordat dat verplicht werd in Nederland. En wat had hij dan precies bedacht? Ja, nou, hij ging in 1818 op zoek naar eigenlijk de goedkoopste grond van Nederland. En die vond hij dus in Drenthe, in Frederiksoord. Aha. Ja. Hij had bedacht dat armen daar naartoe gestuurd konden worden om hun land eigenlijk te ontginnen, hun eigen voedsel te verbouwen. En hij dacht, als we dat doen en we geven die mensen scholing, dan komen ze uit dat dal van armoede en dan heb ik een systeem dat zichzelf in stand houdt. Dus waar geen geld naartoe hoeft. Dus dan heeft hij een soort van mini-samenleventje in de samenleving geprobeerd daar op te bouwen. Ja. Ging dat goed? Nou ja, dat hangt er vanaf hoe je er naar kijkt. Want Johannes van den Bos begon met een maatschappij van weldadigheid. Hij vroeg vervolgens allemaal steden, en dit is trouwens ook nog belangrijk om te vertellen. Nederland van toen was een derde wereldland. Daar kan je het best mee vergelijken. Dus de armoede in de steden, dat was echt een enorm probleem. Hij vroeg dus commissies in die steden om gezinnen aan te wijzen die er wel voor in waren om naar Drenthe af te reizen. Om daar dus een beter leven tegemoet te gaan. Dat ging in sommige gevallen heel goed. Mensen kregen daar een huisje, een lapje grond, soms zelfs wat vee erbij. Dus sommige mensen konden daar heel goed mee omgaan. En anderen, dat ging niet. Dat liep uit de pas. Dus je had in dat kleine samenlevingje wat hij daar had gemaakt, voor sommige mensen was dat daadwerkelijk ook echt iets wat een verbetering was op hun leven. Ja. Dit is even een hele enthousiaste kleine spoedcursus geschiedenis van jou, Leonie. Maar ik zei net, dit plekje in Drenthe, dat wordt misschien toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Ja. Allereerst, want dat weet ik eigenlijk ook niet precies, wat is dat UNESCO werelderfgoedlijst? Nou, dat kan je eigenlijk zien als de Champions League van het werelderfgoed. En toen je net begon met je opsomming, dan hoor je al de klinkende namen. Het is een internationale erkenning eigenlijk van hoe bijzonder die plek op de wereld is. En eigenlijk zegt die status ook, overheden, landen, jullie moeten je best doen om dat stukje gebied te behouden zoals het nu is. Zodat iedereen kan genieten eigenlijk van de schoonheid en de bijzonderheid van dat gebied. Nou, zei ik net al, waarschijnlijk worden ze toegevoegd. Ja. Vandaag is bekend geworden dat ze waarschijnlijk, dus het is weer een soort halve lekkere primeur die we hebben. Ja, wat moet er nog gebeuren dan dat dat helemaal zeker is? De UNESCO-commissie moet deze zomer, dat gaat eind juli gebeuren, moeten ze nog definitief een klap op de plannen geven eigenlijk. Dat is in het kort waar het op neerkomt. En de voorzichtigheid die je ook terughoort in de woorden van de Drentse gedeputeerde bijvoorbeeld, die al heel lang met die plannen bezig is, komt ook voort omdat het een internationaal dossier is. Mm-hmm. Niet alleen in Nederland waren koloniën, maar ook in België, dat hoorde toen nog bij Nederland, zijn twee koloniën. Dus het is een samenwerking. En ik heb wel begrepen, de bestuurstijlen zijn soms wat anders. Nederlanders zijn wat directer. Mm-hmm. Dus ook om de Belgen niet voor het hoofd te stoten, zijn we allemaal nog een beetje voorzichtig. Maar eigenlijk, wat we vandaag weten, is dat de laatste hobbel weg is. Okay. En dat UNESCO
nu alleen nog maar hoeft te zeggen, goed idee. En stel nou, hè, dat gaat gebeuren. Wat kunnen we dan verwachten? Echt gewoon gigantische bussen met toeristen allemaal naar Drenthe? Ja, dat heb ik ook gevraagd aan de gedeputeerde. En die zegt, nou, ik denk dat het wel wat mee zal vallen. Want Okay. Het gaat om cultuurtoerisme. Het is niet zo dat de natuur daar nou zo ontzettend bijzonder is. Je ziet vooral een systeem in de samenleving. Dus de straten zijn heel recht, de lapjes grond zijn allemaal heel recht en zo. Dus dat is cultuurtoerisme. Daarvan zegt de gedeputeerde, ik denk dat het met die bussen vol mensen wel wat meevalt. Ja. Maar ik denk wel dat dit een onderwerp is wat Drenthe en daarmee ook het noorden de komende jaren op de kaart gaat zetten. Ik denk dat we de komende jaren steeds minder vaak de vraag krijgen, wat zijn de koloniën van weldadigheid? En alle mensen die nu kijken, die weten sowieso al meteen het antwoord op, omdat jij ons even fantastisch snel en enthousiast hebt bijgepraat. Leonie, wat fijn dat je hier was. En vertel ons ook even wanneer het dan helemaal rond is. Zal ik zeker doen. Dank je wel.